Hele goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben me rustig aan het klaarmaken. Ik moet even mijn haar wassen nu. En dan komt Nessie me ophalen. Hij had even een afspraak en hij komt me zo ophalen. Dan gaan we samen boodschappen doen. Even kijken. Ja, dat is het voor nu. Ik vertel je even straks meer over vandaag. Even mijn haren gewassen. Ik heb een lekkere theetje gezet. Nessie komt me met een half uur ophalen. Dus dan kan ik snel nog even mijn haren kammen en even doen. En dan gaan we er vandoor. Oh jongens, mijn haar is trouwens nog helemaal niet opgedroogd. Maar Nessie heeft me op tijd opgehaald. Dus ik moet zelfs naar beneden. Ik zit inmiddels in de auto met Ness. Want ik wou zeggen, het is vandaag maandag. Het is vandaag de eerste dag van de Ramadan. En het is een heel speciale maand voor ons. Niet alleen voor Nessie, maar voor ons. Want ik ga voor het eerst deze maand meedoen met Ramadan. Dan heb ik een kauwgom in mijn mond, want ik ga pas over 2 dagen starten. Wat ik nu nog niet meer kan doen. Maar ja, voor de mensen die mij eigenlijk niet zo lang volgen. Ik ben christelijk en Nessim is moslim. Ik heb hiervoor nooit aan de Ramadan meegedaan. Maar Nessim bijvoorbeeld die vierde altijd wel kerst en zo met mij. En toen zei hij dit jaar van, ja, het lijkt me eigenlijk wel leuk dat je ook een keer gewoon mee vast. En daarnaast heeft Nessim eigenlijk ook niemand echt om zich heen die meedoet met Ramadan en Nessie. Je doet altijd wel alleen en hij heeft nooit echt, zeg maar, het Ramadan gevoel gehad. En eigenlijk bij jou in de familie doet eigenlijk ook bijna niemand mee, hè? Alleen jouw vader dan, hè? Ja. Maar hij doet het eigenlijk ook alleen, dus dat vond ik best wel sneu. Dus ik ga gewoon dit jaar even Nessie supporten en meedoen met Ramadan. Dat wij het gewoon een beetje gezellig hebben samen en dat het ook een beetje leuker is voor hem om mee te doen. En daarna zoek ik het ook een beetje voor mezelf, om mijn lichaam te reinigen. Ik heb er heel veel over gelezen en het ook heel erg positieve effecten heeft op je lichaam. Dus ja, waarom niet? Maar ik start dus over 2 dagen, dan weten jullie dat. En wat wij nu gaan doen is eigenlijk gewoon boodschappen doen voor de Ramadan. We gaan nu even naar Shahan, even vlees inkopen, lekker veel gezonde dingetjes, dadels, alles erop en eraan. En dan gaan we weer naar huis en we staan trouwens al best wel lang in de file. Dus ik heb echt, denk ik, 2 jaar terug of zo deze sjaal gehaald van Gucci bij Roermond Outlet. En ik draag hem echt bijna nooit. En vandaag heb ik hem omgedaan. Ik vind het echt best wel een chill ding. Ik weet niet waarom ik hem nooit draag eigenlijk. Ik vind het eigenlijk best wel leuk nu. Vind je mooi? Ik vind het heel mooi. Ik heb me trouwens dit jaar voorgenomen om, als ik zeg maar mijn Ramadan of helemaal vast te verbreken, zeg maar, bij Iftar. Ja. Om niet meer, zeg maar, zo overdreven. Oh ja, nee, dat gaan we sowieso niet doen, toch? Alles te gaan eten. Ik heb, zeg maar, het gevoel alsof ik zo van mezelf aan het belonen was. Omdat ik heb gevast, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Nee, maar dat gaan we sowieso niet doen, toch? Nope. We hebben ook ons voorgenomen om heel erg gezond te eten. Ja. Dat is gewoon echt fruit, weinig koolhydraten ook, weet je wel. Niet dat je zo heel vies vol zit en zo. Nou, 1 keer pasta, 1 keer. Ja, of weet je wat ik ook echt heel graag wil? Jlekkufte. Of zo. Chikufte. Chikufte. Ja, ik weet het niet, als je heel dag hebt gevast, dat wordt. Nee, maar een heel klein beetje, gewoon een paar. Ja, en dan een soepje en zo, daar heb ik ook wel echt wel zin in. Ook rustig eten. Ja. We zijn aangekomen bij Shahan. Goed gefileparkeerd, Nessim. Nessim heeft echt geen, wat wil ik zeggen? Puf. Geen puf, ja. Ik wou zeggen geen fut. Geen puf. Nu al. Hoe laat is het? Hoe laat mag je eten? 5 uur. Over 4,5 uur. Val op school. Oh, dat valt me mee. Zo, dat gaat snel. Ik zweer op alles. Ik denk echt. Kijk, ik word wel zo geinig van als ik niet eet. Maar ik denk persoonlijk dat ik het echt zo goed kan volhouden. Weet je waarom? Soms eet ik gewoon op een normale dag om 5 uur. Dus ja, die 4 uurtjes langer. Dat denk ik, hè. Maar dat gaan we nog zien. We hebben van die worstjes gehaald. Dadels. Hier heb je echt van die heel lekkere kaarsen. Ik zeg ook nog verkeerd, kaarsen. Ik wil echt zo'n grote pot olijven, maar ik weet niet welke lekker is. Je hebt die verse olijven toch? Oh, wij zijn net klaar. We hebben echt goede boodschappen gedaan met Shahan. We hebben echt lekker vlees, kip. We hebben alleen geen vis gehaald bij de visboer. Maar ik dacht van op de dag dat we vis gaan eten, gaan we gewoon even 2 uurtjes van tevoren even naar de visboer. Even verse vis halen. En dan lekker in de open doen. Leek me een perfect plan. Verder waren we naar de bakkerij gegaan. En oh mijn god, deze bakker is zo gruwelijk. Die geur was zo lekker. Alles lekker. Nesme heeft even Simit gehaald, want de brood was nog niet. Nou, je wordt herkend. De brood was nog niet klaar, maar die worden dus vandaag wat later voorbereid. Omdat mensen het dus later gaan halen. Ja.
leuke verhaal. Dag. Wij zijn net thuis. Nessim gaat even liggen. Hij is een beetje moe. Ik ga even een kleine snackje voor mezelf maken. Want ik heb de hele dag nog niet gegeten. Daarna ga ik gewoon gelijk koken voor ons. Ik ga jullie een beetje laten zien wat we hebben gekocht. Ik vind altijd alleen bij de flik dat je zoveel plastic krijgt. Ik vind het wel wat minder. Net zoals bij de bakker heeft hij de steam gehaald. Dat ziet er zo uit. Dit ruikt zo onwijs lekker. Nu gaat Steve ik gewoon weer naar Istanbul toe. Kijk een keer. Zo lekker. Oh. Ja, yeah, I know. Dit met dit in die Turkse kaas. Echt jongen. Dus wij hebben van die soepjes gehaald. Ik wil eigenlijk gewoon verse linzen halen. Maar ik heb dus niet zo'n apparaat om soep mee te maken. En om dat nu te halen had ik even geen zin in. Vlees voor Nessim. English tea. Aubergines om te vullen. Heel veel vlees. Tenminste, we hebben gehakt, lam, kip. Koteletjes, worstjes, voor alles en nog wat. Citroen. Van die paprika's die je heel makkelijk kan vullen. Dit zijn van die mini komkommetjes. Fruit, volgens mij nectarines voor Nessim. Een bosje peterselie. Zo, de tweede versie van onze boodschappen. Ik heb Chai Ahmed gekocht, maar dan de groene thee versie ervan. Normaal heb ik altijd de zwarte thee, maar ik heb voor groene thee gekozen dit keer. Ik heb een notenmix gekocht. Dadels, zo'n grote pot met Himalaya zout. Albertijn heeft die ook, maar een beetje klein. Die gaat heel snel op, dus heb ik zo'n grote gekocht. Nessim heeft chocola voor zichzelf gekocht. Ik ga stuk. Verse olijven van de Turk. Doe ik even in een bakje zo. Nog meer vlees. Het is kip. Turkse kaas. We hebben knakworsten. Nessim had hier heel erg veel trek in. Normaal gesproken koopt hij dit echt nooit. Oh, deze had ik al laten zien. Dit is auberginepuree. Kan je lekkere salades van maken. En deze kaas is echt mijn lievelingskaas. Dat is van die witte, lange slierte Turkse kaas. En ja, het was zo lekker. Ja, we gingen gewoon zo leeg deze kaas op een pleintje eten. En basmati rijst, my fave. Ik heb even de olijven in een bakje gedaan. We hebben van alles en nog wat door elkaar heen. Het ruikt echt zo lekker, niet normaal. Ik heb even snel een snelle snack voor mezelf gemaakt voordat ik ga koken voor ons. Ik ga even kaas eten, komkommer, tomaten, olijven en water. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb dus echt een tik met Ramadan. Kijk, de voorgaande jaren heb ik natuurlijk nooit meegedaan. En dan vandaag nog niet. Maar hij moet dus altijd aan mijn eten ruiken als ik eet. Hij vindt het nooit erg als ik ernaast eet. Hij vindt het juist fijn als ik ernaast eet. Maar hij moet altijd aan mijn eten ruiken. Kijk, nu wil ik dus weten hoe die ruikt. Oh, dit ruikt zo lekker. Mag ik die kaas ruiken? Ja. Andere kant, deze kant. Ik heb lekker mijn badjas aan. Ik heb lekker van die mega dikke sokken aan van Nessim. ik ga even snel een vlog editen voor vanavond. En daarna begin ik met koken. Nessim heeft heel erg veel zin in kip. En hij wil graag kip uit de oven. Dus het wordt heel makkelijk voor mij. Waarschijnlijk ga ik kip maken. Wil je er rijst bij? Of iets anders? Ik denk dat rijst met kip. Gewoon lekker slaatje of zo. Ik was aan het opruimen en toen heb ik de vaat gedaan. En toen besefte ik tijdens het inpakken dat ik geen vaatwastabletten meer had. Dus dat ga ik even snel halen. En dan begin ik gelijk met koken voor vandaag. Ik heb alvast de kip en zo gemarineerd. Maar even snel langs de appie nu. Vaat staat aan. Zo, ik heb een uurtje geleden de kip gemarineerd. Ik heb het even uit de koelkast gehaald. En deze gaat nou in de oven. Ik zit echt na te denken, want ik heb eerlijk gezegd zelf geen zin in kip. Ik gewoon twee gerechten maken. Ik heb kip en rijst maken en salade. En daarnaast gevulde groenten of zo erbij. Dan heeft hij ook meerdere keuzes. En dan kan hij vandaag ook even wat lekkers eten. Dan zit ik even aan te denken. Zo, een beetje groentes gesneden. Ik ga even snel uitjes bakken. En rundgehak erbij doen. Ik ben nu lekker uitjes aan het bakken. Zo, en het vlees erbij. Zo, ik heb het net heerlijk gekruid. Zo, aubergines erbij. En de paprika. En de tomaat. En heel veel peterselie. En tomatensaus. Ik ga
gaan nu even starten met een salade. Ik heb de paprika's even voorgekookt voordat ze de oven ingaan. Oké, hier heb ik dus aubergine puree uit de pot. Wat je dan doet is, doet olijfolie eroverheen. En Griekse yoghurt. Dan doen we er citroen overheen. En als laatst peterselie. Jongens, het is het een beetje geworden. Lekker salades, kaas, dadels, walnoten, rijst, soepje. Die heeft Vanessa als laatst gemaakt, zo kant en klare. Thanks, Ones. Jee, bedankt. We hebben lekker kip, semiet, smoothie. Tenminste, juices, juice van Juice Express. Echt lekker en super voor de Ramadan. En dan kan je je lichaam tegelijkertijd detoxen. En ik heb gevulde groentes. Dit is ons tafeltje. Het ziet er echt goed uit. Nessie moet nog 4 minuten wachten nu. Oh, ik moet nog bekertjes pakken. Nog 1 minuut, jongens. Ik moet even een foto maken voor Nessie. Hey, Nessie mag eten. Is een dadeltje. Lekker? Oh, de eerste hap van smaak in je mond, hè? Maar goed. Niet smakelijk, schat. Lekker starten nu met de soepje. Wij hebben echt heerlijk gegeten. En dat is denk ik echt de eerste keer dat wij ook echt gewoon tijd voor hebben genomen, hè? Lekker, hè? Ja. Ik heb ook echt zin om gewoon voor de volle 100% mee te gaan doen. Het is wel leuk, dan wel gezellig zeg maar, om dan zo laat op de dag dan nog samen te gaan eten en ja. Dat zeg ik toch. Die vibe is gewoon leuk, toch? Dat zeg ik toch. Dat zeg ik al jaren. Nee, maar ja, ik heb er best wel veel zin in. Wij gaan nu even opruimen hier. Mashallah. En dan ga je voor een toetje? Nee, ik ga over een kwartiertje sporten. En dan kom ik terug. Dan gaan we nog een keer eten.